Ja, direct na de wedstrijd VV Staphorst, Harkemaze Boys. Sil Bos naast mij, de man die vanmiddag centraal in het centrum stond met Milan de Koe. Sil, je bent nu al een dikke half jaar bij ons. Ik had het bericht hierbij gehaald toen je hier kwam, 14 januari zo'n beetje. Staphorst is een warm bad met betonlook voor Sil Bos. Trainen op een racebaan heb ik nog nooit meegemaakt. We gaan even terug naar dat moment. Hoe was dat voor je toen je hier kwam? Ja, dat was wel even wennen, maar het was toen heel slecht weer. En omdat we hier natuurlijk alleen maar grasvelden hebben, moesten we even hier achter op die racebaan als training hardlopen, vlak voor de competitie. Dus dat was even een primeurtje voor mij in ieder geval. Ja, dat was een primeurtje. Nou, je bent toen uit Finland gekomen, dus ik denk dat je daar met het echte groene gras ook niet echt verwend was. Zou wel heel veel kunstgras geweest zijn? Ja, alleen maar kunstgras vanwege het weer. Ja. Oké, nou ja, je bent toen hier gekomen halverwege het seizoen. Ja, je bent eigenlijk van het begin van heb je aardig in de vaste elf gespeeld. Het bevalt blijkbaar wel heel goed bij Staphorst, want je bent er nog steeds. Ja, het bevalt heel goed. Ik ben blij dat ik hier nog een jaar kan spelen. En ja, zin in dit seizoen. Ja, het is natuurlijk vorig seizoen vervelend geëindigd. De afstand voor jou vanaf, je woont bij Heerenveen in de buurt volgens mij. Directe snelweg, dus binnen een half uur ben je hier ook. Dat is natuurlijk ook wel ideaal. Ja, weer een compleet nieuwe groep voor je. Hoe bevalt het tot nu toe in de voorbereiding? Heel goed. Leuke sfeer, goede groep samen. Ik denk dat we ook veel concurrentie onderling hebben. En iedereen wil graag, traint hard. Dus alleen maar mooi. Ja, en een nieuwe technische staf. Wat merk je daaraan dat het anders is? Focus ligt tot nu toe heel erg ook op het voetballen vanuit achteruit. En ook als ik zelf centraal verdediger speel, daar hou ik gewoon van. Dat je een beetje kan indribbelen, mensen op mag zoeken. Ja, ik denk dat dat gewoon fijn is, dat je tot het voetballend de basis nu is eerst. Ja, en je hebt vanmiddag samen met Milan het centraal mogen opknappen. Is dat ook wat je ambieert of maakt het je in principe niet uit waar je staat in het elftal? Ja, ik heb natuurlijk ook op middenveld gespeeld en ook centraal achterin. Ik denk dat ik op beide posities kan spelen. En ik heb niet heel erg een voorkeur eigenlijk. Ik vind het gewoon mooi als ik speel en daar gaat het om. En of ik dan op 6 sta bijvoorbeeld of op centraal achterin, dat maakt niet uit. Nou ja, het maakt hem in ieder geval niet uit waar hij speelt. Want onze oude krijger Dirk Muis komt natuurlijk ook nog terug. En die wil natuurlijk ook zijn plekje daar achterin wel behouden. Maar als je wat meer inzetbaar bent, is altijd mooi natuurlijk. Nou, de groep is aardig fit. Alleen in mijn, wat ik zo kan zien, is Mark nog geblesseerd. En er moeten misschien nog een paar van vakantie afkomen. Dan hebben we een mooi, alles is dubbel bezet, net wat je al zei. En dan moet iedereen vol aan de bak. Zeker. Mooie grote selectie. Dus alleen maar mooi. En de sfeer is goed? Absoluut. Ja. Nieuwe jongens worden goed opgepakt? Ja, zeker. Kijk, nou, hij heeft er vertrouwen in. Of, we hebben volgende week nog SVZW. Ik weet niet of je daar ooit wel eens tegen gespeeld hebt. Tegen de Zwaluwen uit Wierden. Maar dan begint de competitie hier thuis tegen HZVV. En dan is gelijk knallen, want we willen graag bovenmee meedoen, toch? Zeker. Gaan we gelijk 3 punten pakken hier. Kijk. Sil is een man van weinig woorden, maar die wil het laten zien op de groene grasmat. Over 2 weken tegen HZVV, bereid je er maar vast op voor. De 3 punten moeten hier op het Noorderslag blijven. Sil, bedankt jongen en we spreken elkaar nog wel eens een keer weer. Ga lekker douchen, neem wat te drinken. Sil Bos, onze in ieder geval centrale verdediger vandaag, samen met Milan de Koe. Die ja, na een 2-2 stand tegen Harkema, ja, voor wat het waard is, daar gaan we zo meteen even aan onze trainer vragen. Goed, we hebben na de wedstrijd ook nog Kevin van Dieren bij ons. Kevin met rug nummer 14, die vanmiddag op het middenveld speelde hier bij Staphorst. Ook nog niet zo lang onder ons, maar hoe bevalt het tot nu toe, Kevin? Ja, goed. De jongens hebben me goed opgenomen. Ja, het bevalt me eigenlijk best wel prima. Hele aardige jongens, leuke groep. En ik denk dat wij wel een heel leuk team hebben, ook qua voetbal. Ook een paar nieuwe jongens erbij, veel voetballend vermogen. Ik denk dat wel goed gaat komen, denk ik, dit jaar. Ja, je bent overgekomen van Spakenburg. Ja. Kun je nu al een beetje het verschil aangeven met deze dorpsclub en het grote Spakenburg? Ja, Spakenburg is eigenlijk, kan je het eigenlijk al een BVO-haats noemen. Dat is nu echt, gaat richting de BVO naartoe. Hier in Staphorst is het natuurlijk wel heel gezellig. Dat is natuurlijk heel wat anders dan wat je bij Spakenburg hebt. Maar ik vind die bij Staphorst heel erg vriendelijk. Leuke mensen hier omheen, dus ja, het is echt top hier, ja zeker. Goed, vanmiddag speelde je op middenveld,
je wil graag de bal hebben, je haalt hem op en je brengt hem weg en je wilt van alles. Maar heb je ambieer hier een positie in dit team of ben je gewoon blij dat je mag spelen? Nee, ik ga wel zeker voor mijn basisplek. Ja, zeker. En in principe, ja, daar kom ik ook eigenlijk voor. Natuurlijk heb je veel concurrentie hier ook en veel goede middenvelders. Dus ja, moet het maar laten zien eerst nog. Ja. En op het middenveld nog een speciale positie waar je graag speelt? Nee, wel echt gewoon op het middenveld. Dus maak ik precies waar het middenveld, maar wel ja, het liefst dan 6 of 8. Dus wat lager. Want ik wil graag de bal op en ik wil graag het spel verplaatsen. Dat is wel echt wat ik graag doe. Ja. Oké, okay, nou Kevin die wil graag een basisplaats behalen hier bij onze Staphorst. En we gunnen het hem van harte. Nou, over een week nog een oefenwedstrijd tegen de SVZW uit Wierden. En dan de competitie over 2 weken hier thuis tegen HZVV. Ik had net Sil, die zegt 3 punten en voor minder doen we het niet over 2 weken. Neem aan dat je dat gelijk toejuicht, of niet? Ja, daar ben ik zeker mee eens. Ja, zeker. Goed, en heb je doelstellingen hier bij Staphorst voor het komende seizoen? Ja, ik wil kampioen gewoon worden. Ik wil dit jaar gewoon kampioen worden en dan terug, zo snel mogelijk terug naar de derde divisie. En dan daar weer aan mee gaan doen. Kijk, we hadden net Sil Bos die ook ambities heeft. We moeten bovenin meedoen. Deze jongen die wil graag kampioen worden. Kevin, bedankt jongen dat je even snel naar voren komt. We wensen je heel veel succes. En hopelijk heb je heel veel plezier hier bij Staphorst. Dankjewel. Goed. Nou, de supporters die kunnen wat verwachten van deze man met rug nummer 14 hier. Op het middenveld bij Staphorst. Hij ambieert dus de positie op 6 of 8. Kevin van Dieren, een gretige jongen die graag de bal wil hebben. En hij wil kampioen worden. Laten we eerst de eerste wedstrijd maar eens even afwachten. En dan gaan we heel gauw met hem mee, hopelijk. Ja, onze trainer naast ons na weer een wedstrijd van Genemuiden en een training op donderdag. Nu weer een wedstrijd tegen Harkemaarse Bosch. Weer een tegenstander van formaat, Richard. Met mijn beperkte, dat heb ik al gezegd, hè? Ik heb beperkte voetbalkennis. Ik vond hun wat sterker als ons. Alleen, ik heb toch wel weer heel veel leuke dingen gezien. Ja, kijk, we hebben een paar punten die we van tevoren benoemen. En eigenlijk had ik vandaag hadden we maar één heel belangrijk punt. En dat was dat we verdedigen goed zouden staan op het moment dat we aan het aanvallen waren. Omdat ik vond dat we veel te vaak geslacht werden in omschakelingsmomenten. Dat we met te veel mensen voor de bal staan. En op de eerste 10 minuten na vond ik dat we dat goed deden. Dus als dat je grootste aandachtspunt is, dan ben ik heel tevreden. Dus ik kon ook niet anders als tevreden zijn in de rust. Alleen, dat voelden die spelers niet. We hadden moeite om de bal te houden op sommige momenten, omdat ze goed druk zetten. Maar we hadden ook moeite om zelf druk te zetten. Nou, en omdat we zelf moeite hadden om druk te zetten, dan zul je moeten reorganiseren. Ja, dat had met name volgens mij te maken dat wij gewoon een beetje hinkt op 2 gedachten. Welke kant zetten we vast, welke kant gaan we druk zetten. Nou, en op het moment dus dat we dat de tweede helft ook doen, dan kom je al een heel stuk verder. En het allerbelangrijkste, denk ik wat we de eerste helft misten, dat we te weinig mensen hadden die gewoon richting de goal van Hakema liepen. En dan wordt het achterin breien en dan nog een keer breien. En de tweede helft hadden we diepte en dan wordt het ook leuk om naar te kijken. Maar ik was zeker ook de eerste helft wel tevreden. Ja, maar ligt het dan ook aan dat, kijk, het is geen, iedereen weet zo langzamerhand met alle beelden die ook de wereld in gaan, dat aan onze linkerkant Julius natuurlijk heel graag op wil komen, heel veel snelheid heeft aan die kant. Dat had Harkema behoorlijk in de tang in de eerste helft. En aan de rechterkant komt dan te weinig vandaan. Die waren te veel met hunzelf bezig? Of? Nou, niet met hunzelf bezig. Kijk, we willen nu Julius aan de ene kant en Frank Wouw aan de andere kant, zoals Twan ook dat heel vaak heeft ingevuld, die willen we vrij spelen. Nou, en dat doen we op zich goed. Het probleem in de eerste helft was een beetje, dat heb ik ook in de rust aangegeven, dat je dan wel de ruimte voor Frank moet maken om door te komen. Sil is een jongen die graag aan de zijkant blijft, dat is zijn kwaliteit, dus daar is helemaal niks mis mee. Alleen dan moeten we wel kijken van wanneer vertrek je om Frank daar ook vrij te krijgen. En nou, het is mooi dat ze allemaal de beelden van Julius hebben gezien de afgelopen tijd. Maar de hele beste voorzet kwam van Marnix, de vervanger van Julius. Dus we hebben dat betreft nog wel mogelijkheden als ze Julius afschermen. Ja, nee, we hebben ook wel mogelijk. Alleen het is natuurlijk wel duidelijk dat de kwaliteiten van zo'n jongen bekend zijn. En dat we ook graag zo willen voetballen. Nou, dan is het in de tweede helft. In de tweede helft zag er wat beter uit. Wat meer balbezit. Natuurlijk is Harkema ook nog heel sterk. Alleen, ja, dan maak je gelukkig, de 1-1, maar 2-1 was dan gelukkig. Ja, dan valt nog de 2-2 voor wat het waard is. Nou ja, wat waard is, we hebben niet gewonnen.
Nee, maar voor wat het waard is dan, dat je dus tot aan de kleedkamer op zijn Duits moet verdedigen. Ja, ik wil hem even terugzien. We kunnen er niet zo snel op worden. Je ziet wat er gebeurt. Hè. Hun hebben de aftrap. Ze zetten gelijk 4 man, denk ik, op de 16. Dus je weet dat daar die bal gaat komen. Dus ja, je moet kijken van waar staan wij. Ik ben iemand die niet graag met z'n allen terug gaat lopen. Maar op het moment dat ze daarheen gelopen, je weet dat je geen druk krijgt op die eerste lange bal van achteruit. Die afstand is te ver, omdat je gewoon heel simpel 9,15 meter afstand moet houden. Dus ik ben heel benieuwd met hoeveel mensen wij nu in de rechte zone stonden, zeg maar, ten opzichte van Hakema. En dat die bal dan ja, heel gelukkig voor de voeten valt van iemand die hem dan binnenschiet. Ja, dat is dan 2-2. Maar hun spelen er wel op. Dus het is wel gewoon goed uitgevoerd wat hun doen. En wij zullen het ergens waarschijnlijk niet goed gedaan hebben. Maar ja, dat zal ik even terug moeten zien. Nou ja, we hebben het allemaal opgenomen. Arend heeft het allemaal opgenomen. Dus je krijgt het vanzelf terug te zien. Ten opzichte van afgelopen dinsdag weer een stapje verder met de training van donderdag. En jongens die terug zijn gekomen. Nou, we hebben donderdag met name ook wel wat rustiger aangedaan. Om in ieder geval te zorgen dat we uitgerust aan deze wedstrijd weer begonnen. Want je zegt het al, er zijn veel jongens steeds weg. Dus dat betekent ook dat je best wel veel minuten in de benen krijgt af en toe. Dus daar proberen we wel een beetje rekening mee te houden. De stap verder was denk ik vooral dat wij ook Hakema kan heel goed omschakelen. En dat wij niet echt geklopt zijn in omschakeling. Natuurlijk zijn ze daar dreigend in geweest. Maar ik vond dat we dat vandaag een heel stuk beter hebben gedaan. En nogmaals, dat was ons absolute punt voor vandaag zorgen dat wij gewoon steeds goed staan. En daarbuiten wouden we goed voetballen. En dat werd iets te veel breien. Tweede helft iets meer orthodox op onze staphorste manier, zeg ik maar weer op ons. Dan krijgen we een goede mix. Ja, nou, een goede mix. Komende week nog een week van 3 keer trainen, neem ik aan. En dan volgende week zaterdag nog SVZW. En dan nog, zijn er nog dingen waar de jongens rekening mee gaan. Moet je nog van de week een keer, moeten ze nog een dagje vrij nemen omdat je wat extra loopwerk hebt, of valt mee? Nou, volgens mij zien we er hartstikke fit uit, heb ik het idee. Wij meten niks, hè, dus het is kijken hoe reageren jongens. Maar we zien er volgens mij zien we er fit uit. We trainen overigens maar 2 keer deze week, maandag, dinsdag. Vrijdag gaan we op een trainingskampje, dus vrijdagavond heb ik begrepen dat we gaan katten. Dus ik denk dat ik gewoon vooraan eindig. En dan gaan we zaterdag gaan we ons richten weer op misschien de laatste wedstrijd. En eventueel kijken of we nog dinsdag voor de laatste competitiewedstrijd nog iets tussen gooien. Goed zo. Nou, komende week 2 keer trainen. Vrijdagavond even lekker weg. Zaterdag nog een wedstrijdje. Doe rustig aan elkaar. En ik hoop dat je met de technische staf helemaal vooraan rijdt. En die jongens de rem erop. Want zij moeten voetballen. Jij niet, hè? Nou, ik bepaal in ieder geval de opstelling, denk ik, wie achter mij blijft. Nou, als de jongens dit nou ook even terugkijken, dan weet je dat. Richard, bedankt jongen. Fijn weekend nog. En het gaat de goede kant op met de groep. Er komt weer wat terug. Het is scherp. Er wordt scherp getraind. Jongens hebben er allemaal zin in. Ze houden elkaar scherp. Volgende week SVZW. Ik zal er niet zijn, maar er zal vast iemand voor de camera staan. En graag tot de eerste thuiswedstrijd tegen HZVV. Dan ben ik er weer.